Wij eisen beter onderwijs. Vanochtend stonden er 500 man in Wageningen. Daarnet stonden er 1500 man in Nijmegen. En jullie met 5000 man hebben heel Amsterdam laten zien dat we er zijn. Wij willen een toekomst. Wij willen kunnen studeren. Wij geloven dat we een kenniseconomie moeten worden. En dat is investeren. En dit gaat alle studenten van Nederland aan. Dus samen met het Interstedelijk Studentenoverleg, de Landelijke Kamer van Verenigingen en wij als Landelijke Studentenvakbond, wij strijden tegen een kenniscrisis. En waarom staan wij nu hier? Omdat ze nu in Den Haag met alle ministers, met Mark Rutte, aan het besluiten zijn of deze maatregel doorgaat. En als zij vandaag beslissen, ondanks al onze protesten, dat zij doorgaan, zijn jullie er dan klaar voor? Ligt waarschijnlijk in de Tweede Kamer dit wetsvoorstel voor. En ik wil kijken of we met z'n allen, en ik begin hier met de eerste groep, herhaal wat ik zeg, 21. Januari. Januari. Iedereen erachter, 21. Januari. Januari. Met z'n allen, 21. 21. Januari. Januari. Komen wij naar Den Haag en laten wij zien dat dit niet kan! En wij nodigen daarbij uit niet alleen alle andere studenten, niet alleen alle andere scholieren, maar ook alle ouders en alle docenten die wij zo belangrijk vinden om mee te gaan naar Den Haag, naar het Malieveld, want daar zullen we het ze laten zien. Hier komen ze niet mee weg! En wij verwachten, nee, wij eisen van elke universiteit in Nederland, van elke hogeschool in Nederland, dat zij 21 januari college vrijmaken. Helder dat jullie hier staan, want het laat zien dat weer of wind niets houdt ons tegen. Dat betekent dat ik jullie allemaal weer verwacht. 21 januari in Den Haag en dan laten we Nederland zien, zo gaat het niet verder.